In deze video wil ik uitleg geven over de Casio SA46, een keyboard met 32 toetsen. Ik heb dat in de Boomwerker kleuren erop geplakt. Aan de voorkant zie je twee gaatjes. Het ene gaatje, deze, is voor de koptelefoon. Dan moet je koptelefoon goed, dus het snoertje er goed indrukken, zodat het geluid via de koptelefoon gaat. En deze is een stekker voor in het stopcontact. Maar aan de achterkant zitten 6 AA-batterijen. Aan het eind van de video laat ik dat nog even zien. De keyboard gaat aan door de powerknop. Off betekent uit, on betekent aan. Dus naar rechts. Nu is die aan. En hier zie je dan twee getallen, 00 verschijnen in het venster. In het display wordt het ook wel eens genoemd. Daar zie je een M. Dat heeft te maken met de melodie. Aan en uit, on en off. En je ziet een driehoekje. En dat driehoekje is ook belangrijk om te zien met welke kleur je nou eigenlijk bezig bent. Dus je hebt een groene kleur. Dat gaat over de tonen. We hebben een paarse kleur. Dat gaat over ritmes. En blauw zijn geprogrammeerde liedjes die al in de computer, in de keyboard staan. De volumeknop is deze en die is een schuifknop. Als je die helemaal naar links staat, minimaal, is die uit. Helemaal naar rechts is die helemaal aan. Maar je ziet hier ook een rode sticker. Dit is niet goed voor je oren, voor het gehoor. Dus ik zet hem altijd een beetje in het midden, zodat je geen oorbeschadiging krijgt als je de koptelefoon op hebt. Hier zie je enkele knoppen. Dat heeft te maken met percussie. Daar kan je op drukken. En daar kan je meespelen met je vinger. Het tempo. Dus je kan liedjes langzaam laten klinken of snel laten klinken. Daar kom ik zo nog op terug. Start en stop heeft te maken met het aanzetten van de ritmes. Of de ingeprogrammeerde liedjes. En ik ga ook uitleggen wat de groene knop is. Dat is namelijk, piano is een korte klank, maar je kan hem ook indrukken en dan krijg je een lange klank. Ook daar kom ik op terug. En laten we beginnen met deze getallen. Je ziet hier allemaal getallen 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dus het getal wat bij het knopje hoort staat rechts onderaan. Dus dit is nummertje 4, rechts onderaan. Dit getal is nummer 6. Als je namelijk een geluidje wil wat tussen de 00 en 11 is, dat staat allemaal in de handleiding, welk geluid je dan precies krijgt, dan kan je daar dat intoetsen. Laten we bijvoorbeeld, hij staat nu op 00 en het driehoekje staat op dit lijntje. Als ik nou naar paars ga, naar pattern, dan zie je dat het driehoekje naar de middelste gaat. Dan gaat het over deze. Als ik nou nog een keer op de blauwe knopje druk, dan gaat het over deze. En dan kan ik de getallen invullen. En elke keer moet ik dus wisselen als ik iets wil veranderen van driehoekje. Nou, ik ga nu weer terug naar deze tonen. Hier staat nu 40, dus dat zou betekenen dat ik een klank heb tussen de 35 en 45 strings. En als ik dan ergens op druk, kijk, dan hoor je. Maar als ik nou bijvoorbeeld eentje verder wil, dan doe ik de 4-1, 4-1 en dan krijg ik deze klank. Het lijkt op hetzelfde, maar het is al ietsje anders. 4-2. Maar je kan ook sneller wisselen. Je kan ook met plus en min dan werken. Dus ik zit nu op 42. Als ik eentje op de plus doe, dan gaat hij naar 43. En nog één. Maar ik wil bijvoorbeeld iets van synthesizer. 68 staat hier. Dan kan ik helemaal door toetsen naar 68. Of ik ga naar 6, 8. En dan ben ik er meteen.
krijg ik dit geluid. Dat is het groene gedeelte. Overigens, als ik deze indruk en ik doe nu de paarse knop. En ik druk hem weer in. Dan zie je dat ik eigenlijk weer bij nul start. Dus het is maar net, een soort reset heet dat dan. Dan wil ik iets met ritmes laten zien. Nou, dan moet ik naar pattern, deze. En dan zie ik hier 0 tot 06 is pop, dus popklanken. Nu moet ik starten. En dan krijg ik dit. En dan kan ik dus meespelen op dat ritme. Maar wil ik nou een andere kleur, dan laat ik het ritme aan. Maar ik moet wel eerst met mijn driehoekje naar boven, naar groen. Want ik wil bijvoorbeeld iets van de bas. Zeg maar 28 wil ik. Dan doe ik 2, 8. En nu heb ik een basgeluid. Wil ik iets van trompet, wil ik naar 46, dan kan ik eventueel helemaal naar 46 gaan, zo, steeds naar de plus. Weer de startknop en stopknop indrukken, dan stopt hij. Voor wat het tempo betreft, kan ik dus deze doen, weer aan, en dan het tempo naar beneden doen. Dus dan kan ik. Wil ik het sneller? Dan gaat uiteraard het getal omhoog. Oké. Wil ik nu bijvoorbeeld dance doen? Dan moet ik eerst kijken waar ben ik nu. Ik zit nu in het middenste, dat is goed. Dan moet ik naar 07. Gebruik weer deze knoppen. 07. En als het goed is, krijg ik nu een ritme wat met dance te maken heeft. Nou, dat gaat erg snel, vind ik. Dus ik doe hem ietsje langzamer zo. En wil ik bijvoorbeeld een orgelklank, dan moet ik eerst zorgen dat ik naar groen ga. Hij staat nog op 46, maar ik wil bijvoorbeeld 12. Dan doe ik hier 1, 2. En dan heb ik een orgelklank. En stop. Dan ga ik naar dit gedeelte, de blauwe. Als ik een liedje wil oefenen, bijvoorbeeld, en dan staat er AL. En ik heb geen idee wat dat is, maar kom ik wel achter. In ieder geval, ik doe Ode to Joy. Ode to Joy. 00. Nou, 00. En dan doe ik hem aan. En nou is het zo, je hoort een melodie, wat zachter. Maar als ik nou zelf de melodie wil spelen, dan ga ik de melodie uitdoen, de M, dan druk ik deze in en nou is die M weg. En nou kan ik zelf meespelen. Ik stop hem even. Als ik nou de melodie aanlaat, dan kan ik niet meespelen. Kijk, doe ik het nog een keer aan. Zie je, dan hoor je niks. Dus dan geeft hij de melodie weer. Wil je zelf meespelen, moet je hem uitdrukken door of. En dan kan je, stel dat ik nou een andere toon wil hebben, ga ik eerst naar groen. Ik wil bijvoorbeeld 11, piano. 1, 1. En nou moet ik. Krijg deze klank. En stop. Nou, dit is even kort uitgelegd hoe de Casio SA46 werkt. Ik zet hem weer even uit. Als je klaar bent, doe je hem uit. Knop naar links. Zodat de volgende gebruiker dan weer kan opstarten.
En aan de achterkant zie je de batterijen. Dat zijn de 6 stuks die om en om erin zitten. Zodat je niet met een snoer hoeft te werken. Ik wens jullie heel veel plezier met het bespelen en leren van dit instrument.